Nou, Iris en Soraj, hier zijn we in jullie eigen omgeving aangekomen. Want jullie zijn natuurlijk een zoektocht aan het doen naar een hond. En wat is nou leuker om kennis te maken met een hond in je eigen omgeving, in het park waar jullie zo vaak zullen gaan wandelen. En ik heb een bijzondere hond meegenomen en een bijzonder ras. Wat denk ik wel heel erg bij jullie zou kunnen passen. Dat is namelijk een hele stoere hond. Want ik wil jullie kennis laten maken met Rottweiler Sky. Ik denk dat het leukste is als jullie even een rondje lopen en gewoon proberen contact te maken met haar. Ja? En het belangrijkste is dus dat je ook probeert te kijken naar haar gedrag, want ze is een beetje onzeker. En dat is juist ook leuk om te leren omgaan als je met een hond hebt, dat je wat leert kijken naar het gedrag. Ja. Houd goed in de gaten en ga lekker een stukje met hem lopen. Ga je mee? Veel plezier met Sky. Yes, dankjewel. Ga je mee, Sky? Kom maar. Ze maakt ze wel sterk, hoor. Oh, hier zijn andere hondjes geweest natuurlijk. Wat is dit? Ah, kijk, ze gaat plassen. Niet erin, niet erin, niet erin! Nee! Kom! Ik zie in ieder geval dat jullie het goed gedaan hebben, want ze loopt wat te mieden weg en komt heel vrolijk met jullie terug. Dat is fantastisch gegaan. Goed om te horen. Dat was een leuke wandeling. Ja, ik vond het echt een hele toffe hond. Ja. Ja, een beetje intimiderend in het begin. Ja, maar ik had ook een heel ander beeld van Rottweilers. Ik dacht dat ze echt heel agressief waren en deze hond was gewoon heel vrolijk. Een beetje spelen en dan bij het spelen merk je wel dat het een sterke hond is. Ja, dat, echt wel, dat wel. Wel, ja, toch. Je moet goed kracht blijven heeft. Opletten. Ik denk dat er wel een match was. Wat ik gezien heb vandaag bij Iris en Soraj was dat zij eigenlijk in het begin een beetje overweldigd waren door de hond. Dat ze dachten van, oh, een Rottweiler. En dat ook best wel spannend was. Maar toen ze terugkwamen lopen was het een klik. Het ging fantastisch. Heel leuk om te zien. Zo'n Rottweiler, is dat eigenlijk wel echt een gezinshond?